Oh ja, ja, ja. En hij probeerde zich daaraan te meten. Om daar onder Stefan. Nou, voor die meter dan. Maar ze probeerde niet langs te zijn vandaag. Want ik ben een geit. Oh, je bent een geit. Oh. Kijk maar, ik ben gelijk geredderd in de orde van de koning. Oh ja, ja, ja. Omdat ik geen kratten erin had. Nee, zo'n pinnetje. Voor de Jossie, kijk. Een bolleke. Een bolleke koning. Ja, wat dan? Voor de Jossie. Leuk. Rood jasje? Nee, wat ik daar heb. Oh. Bier. Bierkennen. Bierkennen. Is dat met gelijkheid, die film? Ja. Ja. Oh, deze vraag, sta, deze nee, vraag staat er ook op. Ik vind het altijd zo ontzettend plat Rotterdams als ik mezelf hoor. Oh, ben je gek. Sorry? Wat zei je? Wat je wat? Nee, dat was gelukkig veel. Ik weet niet. Schilderij hangt daar ook nog steeds. Tenminste, dat is meer geplakt, hè? Plak. Deze. Van die auto. Ja, toen was je nog een beetje kleiner. Nou, we hadden net video's van toen hij een baby was. Ja, ja. Nou, hij werd helemaal gek, joh. Dat ik niet leuk vond, wel. Ja, gek vond hij dat. Dat hij zichzelf had. Ja, dat hij dat was, ja, weet je wel. Ja. En hij heeft zich zo achterlijk tegen hem praten en zo. Maar dat hebben we... Ja, dat is al, weet je. Ja, ja, ja. Ik voelde toen al dat ik dat niet had moeten doen. Ja, hij zei op een gegeven moment ook, wat praat papa raar, hè? Echt, Dat was ook geen gehoor. Ja, het is wel weer leuk, omdat we al jaren hier zien. Ja, dat is leuk, ja. Wat? Ik heb er nog een ijsblokje in gooien voor, maar ik hoef ook niet meer. Nee, joh, dat hoeft niet. Nou, een Irish koffie, dat zou niet echt gaan, want dan is de koffie niet zo leeg. Ja, dat is ook. Zou je daar gewoon een schuit in? Ja, dat doe ik ook. Wat Martje mij geleerd heeft. Martje heeft mij een whisky gebracht. Ja, ja, ja. Ja. Elsa, moet je gewoon een bak koffie nemen met melk en gooi je er gewoon eens in. Geen moeilijke proef. Nee, gewoon. Nee, hier. Hoe is het met hem? Ja, wel weer goed. Was het slecht dan? Nou ja, dan nee, is het niet mijn helft. Ja. Nou, zeg het. Nee. Want dat wordt opgenomen. Nee, ga jij. Oh ja, dat wordt opgenomen. Het gaat goed met hem. Oh ja, dan kun je niet meer helemaal doen. Nee, dan kun je niet. Zat hem in zijn werk. Ik zag laatst nog bij de Albert Heijn. Oh ja. Alles moet rechts zitten. Dat is niet alles. Ja, maar gaan we er een strip van maken. Ja. Ja, een collage. Ja. Wil je er wat over vertellen, Herman?
Ja, ik heb... toch gewoon om... het idee een renner dan lachen. Omdat... je kan hem ook in één keer zou neer kunnen zetten met... Maar ik vind het wel leuk om zo'n gedetailleerde... Weet je, dus ik vermoed dat hier straks... maar veelheid renners zitten. Ja. En ik wil wel proberen dat het schilderij, dat je het dus ook op zijn kop kan, dat het geen onder- of bovenkant heeft. Mm-hmm. Om een of andere reden. Die is me even ontschoten. Zo ben ik gemeld. Ja. Ik kom zo ook even kijken naar de filler, ja. Dat lijkt me spannend. Je moet maar zeggen dat je, als je een bepaalde voorkeur hebt voor iets of zo. Nou nee, als het maar hardlopen zijn, dat ja. Maakt het voor de rest zelf maar een eigen inzicht. Kijk, heb ik niet. Je hebt hier warm en koud. Hij is van warm met worstenbroodje en het gebak dus. Zij zeggen, ik ga even zitten, dus ja, dat is nog beter. Dat is Italiaans. Zit er geen hasje in? Nee, nee. Nee, want dan ben je niet te vies van. Nee, het is spacecaken. Ja, dat is zo. Ik had één keer hasjes gerookt, maar mijn moeder eerder thuis had ik gedacht dat. Ik wist niet waar ze waren. Zo was het niet. Kun je hasje hebben genoeg? Niet waar je van in slaap valt. Nee, of niet. Je hebt geen te raar. Dat is geen mokjes. Ja, ik ben hier. En je mag er wel.
En hoe vind je dat nou, Wim? Ja, uit de kunst. Dit vind ik niks eigenlijk, ook niet de kleuren. Dat is waar ik een tijd achteruit heb moeten zitten. Dat vind je dat wel wat? Maar je ziet wel de aanhouder die wint weer. Proost. Ja. Je wat je zelf nog niet gezien heeft, denk ik. Ja, want je mag ze wel aanraken, dus je mag wel zo doen. Kijken. Dan verwaait dat ook. Ja, maar nou bewegen ze fout. Nou jij. Nou, dan moet je eigenlijk ook wel vrij doen. Ja, kijk. Okay. Oh, je kan de toch ook. Je moet het 12. Heeft dan een rat figuurtjes van net? Oh, dat heb ik. Ik heb een straatje maken. Een huisje maken. Een straatje maken. En dat hardlopen dan, hè? Wil je een andere pen? Wil je een andere pen? Ja, baas. Hebben wij nog pennen? Een groene. Wil je een groene? Ja. En wat zou je zeggen toen? Dan moet je maar eens komen spelen, ja, nee, ja, dat is vier okjes. Ja. Ik zag het toevallig aangepakt staan op een auto. Dat was wat. Ja, nou. Dan moet het wel eens zijn. Niet uit je te bellen. En nou, als bij het hoekje van de straat, dan moet het wel lukken dan. Oh, daar naar aanleiding van het jaar. Ja. Ik heb het al een paar keer geprobeerd, maar. Mijn dat was perfect. Ja. Dat dacht ik al, dat moeten we wel aan doen. Ja, ja. Ook Joegoslavische feestjes en Spaans, al die Fransen. Zo, net even een stapje raar als de Stoos. Ja. En daaraan verband zijn natuurlijk Q65, daar heb ik ook al van. Ja, ja. Wim
in Bieler met zijn konijntje. Ik had die nog eens op gespeeld voor de eerste bunt. In Duitsland, hè? Ja. Nou, speelde een big city on you. Yeah, Rosa, and don't bring me down. And hey, mama, keep the big mouth shut. Only I need. Ja, dat zijn nou voor favorieten van Herman. Fuzzy Things. De gevoel zijn dan dus ook. Wat hebben we dan? Ja, ik heb pas geleden ook weer een keer een avondje duvel gedronken. Nou, inderdaad, de volgende. Ja, je belletje lopen trekken hier staan. De volgende dag was ik... Ja. Want toen kwam jij nog heel bang naar mij toe. Die vent die wil volgens mij nou. Wat? Ja, dat was hier die man, die liep die hond uit te laten. Toen ging jij belletje drukken, maar daar woonde hij, maar dat wist jij niet. Maar die vent is een hele grote herder. Ja, en toen kwam hij naar jou toe, moet je even op die muil slaan, zei die. Dat was toen die avond toch dat jij dat concert deed. Wat? Voor het open raam met die gitaar. Jij drieën, Wim? Els? Ja. Toen was jij zat. Nee, toen zijn we uit eten geweest in het Plan C. Dat was die avond. Dat we hier aan die duvels hadden gezeten en toen in het Plan C zitten eten. Ja, dat ben je blijven geweest. Nee, hoor, Marjolein. Oh, nee. Ik moet zeggen dat ik zelf ook wel erg kwaad zou zijn als midden in de nacht belletje getrokken werd. Ja, tuurlijk. En toen zaten we nog hier in Studio Sport. Ja, maar toen zijn we nog in die kroeg geweest hier op de hoek naast Easy. Dat we nog een chance hadden. Hadden we een chance, weet je dat niet meer? En dat doet de Wim zijn jas aan. En dan gooide hij de glazen van de bar. Kreeg hij bijna een bonje. Bij Boekhout was dat? Ja, Boekhout. Oh, ja. Ja, dat was wel een leuke feestje. Ja, toen was het daar net gezellig, want er was een van de afscheid van iemand. Want voor de rest zit daar nooit iemand. En dan ben je nog Studio Sport gekeken. En toen zei je tegen jou de andere dag, nou volgens mij bleef het 1-0 of zo. Maar ja, toen heb je de andere dag weer gekeken. En toen blijkt de uitslag iets anders te zijn. Ja. Hij heeft twee keer lol hetzelfde. Ja. Tien is makkelijk. Heel goed. Tien is makkelijk. Dus kijk hard werken. Ja, Herman, valt niet mee. Nee, ik val echt niet mee. Allemaal nog een irisje erin? Ja, is goed. Nou, doen we met stokjes erbij. Wordt het wat je wil, Herman? Ja, ik rommel het maar gewoon door. Ik vind het altijd grappig dat je in de details gaat. Nee, ik ga dat spelletje niet eens. Ik vind het leuk om te doen. Tenminste, er is niet gelijk zo heel duidelijk. Dan kun je ook een keer 's morgens zo naar de kamer komen. Dan denk je, oh, zou je dat bedoelen? En dat vliegtuigje, hè? Dat Gezondheid. Gezondheid mag krijgen. De medische wijsheid. Ja. Dan zegt u dat ook weer op die videoband. Maar elke waarheid wordt een leugen als geen naam blijft. Ook deze. Nou, misschien ga ik steeds vijf bij. Nee. Doe je het gewoon hier? Nou, ik ga even zitten. Ja. Ik ga even opdringen. Dat vliegtuigje, dat komt ook altijd terug, hè? Wil jij een taart, Herman? Nee, dank je. Ik heb geen taart meer. Ja, zo.
ze bewogen hoor, Dani, dat is fout. Maar hij bewogen ze ook. Ja, dat zeg ik. Het mag niet bewegen, kijk. Kijk eens. Misschien kunnen ze straks een potje tafelbouw bij. Als je het zo doet, gaan ze met één, zie je wel. Drie musketiers. Ja. Ja. Oeh! Ja. Hij doet ze niet mee hoor. Het is wel heel moeilijk. Ja, zo bewegen ze gewoon. Ja, ik zou ruimte zelf hebben gemaakt van zo'n ding. Maar. En ik weet nog niet precies. Het zijn eigenlijk toch wel een beetje zo met platen. Deze heeft rood, blauw, rood, blauw, rood. Dus er zijn al andere punten of zo. Mij is rood. Je hebt nu suiker. Ja, moest je. Ja, lekker. Je hebt nog heel veel gevonden. Ja, ja, ja. Run for your life if you can, it'll do. No, I can't keep up, just go home. Right. Don't be done. Ja, ga jij maar echt zijn. Ik ben normaal aan de kant op, hè. Er is wel een hoop open te zien. Eerst een dentist gebruikt, een acuulstift. En dat bevalt mij zeer goed. Dus kom eens ernaar. Hij heeft nog een bekend adres op zijn hand staan. Dit is de eerste keer dat je een acuulstift hebt. Wat? Hier? Ja, deze is een acuulstift. Meer. Film dat dan ook eens? Ja, dat zijn ze echt. Huh? Zo arm. Op basis kun je ook over. Ja, daar staat ons adres op. En op textielen. Ongeveer. Nou ja, dit is het. Daar staat ons adres op. Even niet met je handen. Gary. Niet met je handen aanvallen. Het is nog een klein beetje nog. Ik wil overnieuw dichten. Ja, ah, mooi hè. Of een wonder. Kijk hier. Ja. Vind je niet leuk of je eerst gelukt? Ja, ze fietst ook nog vanuit in de van. Ja, is dat. Oh, je had hier in de kamer even willen fietsen? Nee, buiten. Ja, ik durf hem nog niet. Ja. Alleen, nee. Ik vind het te gevaarlijk. Heel even wachten. Dat mag ook pas als je 12 bent, zeker. Net als dat spelletje. Ja. Dat zou wel erg lang wachten, maar gewoon op zo'n 12e dag. Ja, dat is vervelend, want hij komt nog niet goed in de weg. Ik ben bijna 5. Dus, ben je al bijna, wanneer word je dan 5? Wanneer? Vandaag. In oktober. Dan ben je schorpioen, Gari. Ik ook. Ja, en Herman Brood is ook een schorpioen. Dus jullie zijn hetzelfde. 5 november toch? Ja. Nog 26. Als je 6 bent, mag je even schorpioen. Als je 18 jaar. Als je 6 bent. Ja, maar 18, hoeveel is het? 18 november toch? Nee, 18 oktober. Oktober. Oh nee, dan is hij nog net geen schorpioen, want dat begint pas bij 20. Wat is hij dan, man? Nee, voor schorpioen. Wat is dat voor? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar als je 6 bent, mag je dan voetballen. Ja, dat wil ik. Ik ga fietsen. Nee. Laat zich lekker zeker. Nee. Wanneer dan? Nou, ik moet niet blijven. Ik wil weer dat een te gevaarlijk. Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Ja, ik moet er nu afblijven, anders ga ik een flutsje. Maar hij is hartstikke goed.
Ja. Weegschaal. Ik ben heel boos. Ja, hoor. Okay. Je bent een weegschaal, Gary. Maar je waterpistool dan? Je bent een weegschaal. Ik zei dat je een schorpioen was, maar je bent een weegschaal. Wat? Jij bent een weegschaal van Sterrenbeeld. Echt niet? Nee? Gary, als je nou je waterpistool bij je had gehad, wat had je dan gedaan? Hij is aangeboren mild. Met jouw aangeboren mild? Met jouw aangeboren mildheid. Nee, ik dacht het niet. Voelen zich wat moe. Ja, met die paars. Ja, met dat paars. Ja. Die is van die foto gemaakt. De leuke stukken tussen. Die ik daar had. Ik vind hem eerlijk gezegd wel mooi. Ik vind hem ook mooi. Lekker goud. Ja. Die ene vent die vliegt zo wat op je. Ja. Te kunnen gaan draaien. Nee, naar buiten. Daar, even kijken. Leuk. Moet ik even helpen? Pas op. Ja, ik kan opgehangen worden hoe je wil, want als je hem helemaal andersom draait, dat die paarse zeg maar op zijn kop staat. Dat die paarse op zijn kop staat. Ja. En dan ben ik hier weer. Ja. Ben jij dat allemaal weer? Ja, dat ziet er wel als haar. Ja, hij is leuk. Ja, ik heb daar een prachtige meewaard die tegen aankomt. Zo meteen wil ik gaan fietsen. Dat ga ik alleen nog nu niet doen. Hoe vind jij hem, Gary? Stom. Stom? Ja, ik vind hem stom. Ik vond het niet andersom, hè. Doe dat stuk. Moet je eigenlijk gewoon. Ja, niet andersom. Maar als je verveeld bent, dan... Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Het kan wel op alle manieren, maar dit vind ik het mooiste. Ja, dat klopt niet. Ja, ik zie het vliegtuig. Ja, dat vliegtuig dat brengt Herman iedere keer weer terug. Hier. En nog een. Ja, wat heb je dan met vliegtuigen? Dat is mijn trademark, zo'n neerstortend vliegtuig. Ik heb net een tatoeage opgenomen op dat gebied. Ja, ja. Ja, want dat shirt wat jij... Oh nee, die niet. Dat is dat shirt wat zo van. Een wielrenner, loop ik van je. Ja, maar dit is dan zeker weer een vliegtuig of zo, of niet? Ja, die andere lang boven moet je even... Ja, maar dit is er ook even volgens mij, want je ziet er hier die... Oh, ik zal het nog wel laten zien, dat... Nog steeds nog even op video mijn nieuwe tattoo. Hé. Je zit nog in de woonkamer. Ja, mijn lief, ik zit dan weer aan de handen. Oh ja, heb je dat pas laten doen? Ik ook, hoor. Een paar dagen geleden. Ja, want het is nog zo... Dat hoorde ik van... Ja, maar jij niet aankomen. Van de video. Dit mag wel. Het zit er nog zo in. Dat zet het hier. Dit mag. Ja, je hebt vieze handen. Al die andere lagen gaan geen kip, maar ik vond het fietsen. Wil je nog wat stichtelijke woorden aanwijden, Herman? Aan het product? Nog een gebed of zo na afloop? Cash and carry. Je doet je werk. Zo is het. Wat ga je vanavond precies allemaal Precies spelen? Allemaal? Nee, niet precies. Maar wat ga je ongeveer allemaal spelen? Ah, van alles een zootje. Zo is Herman begonnen met schilderen. Ja. Ik zie er wel iets van een doorblikje in. Is dat geen vliegtuig? Ja, dat is een vliegtuig. Ja, dat is met die vliegtuig. En van die foto daar. Ja, dan ben ik er aardig op uit gegaan. Dat was toen in die kluitkamer van Ruiptuin. Doe me denken aan terug naar Oostgeest. Ja, maar ook wel die molentjes. Ik vind Jan Wolters niet op zijn fiets gehouden. Ik wil nu op fiets zo. Kijken! Doe maar.
kijk nog even achterom. Huisarts gaat. Ja.